Hij is de John de Mol van de wifi. De Marco Borsato van de netwerkkabel. De Frenkie de Jong van de WLAN. De Matthijs van Nieuwkerk van het beeldscherm. Dames en heren, jongens en meisjes van Stuk TV. Giel de Winter! Een hele goede morgen. Giel, ja, we bespreken altijd iedere week even wie we moeten gaan volgen en ontvolgen. Ja. Zullen we eens beginnen bij volgen? Zeg het maar. Bij volgen. Laten we eens doen, wie moeten we gaan volgen? Nou, jongen, we gaan vandaag wel even de mannen trots maken, jongens. Want er is een Instagram-account en het heet Bros Being Basic. He, je kent het wel, vrouwen die gaan dus poseren. En die maken altijd 100 foto's, die worden gemaakt. En er is er maar eentje goed genoeg voor Instagram. Ja. Nou, deze mannen die vinden het grappig hoe vrouwen zich in duizenden bochten wringen om zich tot de perfecte foto op Instagram te plaatsen. Ze doen de poses na en ze posen die dus op Instagram. Oh, nou, wat goed. Ja, dus van foto's, hoe ze sporten, hoe ze met champagne op de foto gaan en met een gezichtsmasker in bad kunnen liggen. Ze doen gewoon echt, ja, op een hilarische manier doen ze gewoon die vrouwen na van, hey jongens, wij kunnen dit in één fotootje. Maar moet jij ook niet altijd lachen, Giel, als je op straat loopt, weet je, als je in Amsterdam bent of zo en dan bij zo'n brug, bij een gracht, weet je, dan zie je weer een meisje. Die is daar, alsof ze op de catwalk van Victoria's Secret staat, is ze aan het poseren. Oh, terwijl er gewoon om de heen gewerkt wordt. Mensen zijn aan het fietsen, zijn aan boodschappen doen. Ik heb altijd zo'n medelijden met de mannen die foto moeten maken. Oh, ja. Jongens, daar is ook gewoon een Instagram-account van, hè, jongens. Wat dan? Ja, er is ook weer een Instagram-account waarbij je ziet dat de mannen de foto aan het maken zijn. Ja, dat is goed. Ja, die is ook fantastisch. Ja, boyfriends of Insta. Ja. En herkennen we het ook niet allemaal, dat weet je, dan maak je even een leuke spontane foto met z'n allen, maar dan is er toch dat ene meisje die dan niet tevreden is. Nee, ik sta er toch niet goed op. Ik moet hem toch even opnieuw maken. Ik zag een mooie van... Er stond een echtpaar op een brug in Londen. En die vroeg aan iemand, wilt u even een foto van ons maken? Met een kind erop op de foto. En die gozer, dat was Lewis Hamilton. Oh, fantastisch. Fantastisch. Oh, wat top. Hey, en wie gaan we ontvolgen? Ja, we gaan dit keer Gucci ontvolgen, jongens. Want Gucci ligt onder vuur om een racistische blackface sweater. Ik weet niet of jullie het een beetje hebben meegekregen. Ja, ik heb het gezien. Ja, lelijk ding. Ja, nou precies. Het had een eerbetoon moeten zijn aan de klassieke zwarte bivakmuts die je tijdens de wintersport kan dragen. Maar ja, de zwarte trui met kool tot halverwege het gezicht heeft zo'n gat waardoor je mond te zien is. En om dat gat is dus een rode rand te zien die rode lippen moeten voorstellen. Ja. Nou, eigenlijk als je al die aspecten een beetje bij elkaar optelt, dan lijkt dat gewoon op de racistische blackface-karikatuur. Ja, en dat is inderdaad niet heel handig. Dus dat is onhandig. Gucci heeft het wel opgelost om meteen de trui uit het assortiment te halen en hun excuses aan te bieden. Maar ik vind, als je zo'n groot Italiaans merk bent, ik draag het ook met heel veel liefde eigenlijk, maar ik vind... Ja, jij kan het betalen, hè? Het is, ja, zeker. Ja, van die 3 ton. Ja. Ja, het was een lelijk ding, die trui. Gucci gaan we ontvolgen. Ja. Dat gaan we zeker doen. Ja, ik zou jullie nu echt eigenlijk door de studio heen willen mappen. Het gaat altijd om geld, hoor, hebben jullie. Godverdomme. Giel, ik vond hem weer leuk. Ontzettend bedankt voor vandaag.